Overijssel, ze zit hier op haar plek. Kijk hier in haar leven vanaf haar mooie stek. Leef met haar samen, de dingen groot of klein. Hier is weer een nieuwe vlog van Geboren Marjolein. Hey, hoi en welkom weer in deze nieuwe vlog. Op dit moment zijn we in Lozen, dat is dus een gehuchtje dichtbij Hardenberg. En daar heb je een superleuk pontje en een heel mooi natuurgebied. Dus daar gaan wij nu even wandelen. En helaas kunnen we niet op het uitkijkpunt staan. Want er staat helaas verboden toegang. Nou, het is een super mooi natuurgebied. En ze laten hier echt het onkruid, de bloemen laten ze staan. Het enige nadeel is dat ik dus wel weer mijn oude wandelschoenen aan heb. Zoals je misschien in een vorige vlog had gehoord, had ik nieuwe wandelschoenen. Maar die zijn net letterlijk uit elkaar gevallen. Dus daar moeten we maar weer terug naar de winkel. Want dat kan echt niet voor dat geld wat je er uiteindelijk voor betaalt. Dus mijn oudjes aan. Gelukkig nog niet weggedaan. En wij gaan een stukje lopen. En het pontje komt eraan. Dat was een hele trage. Oh, er komen net mensen aan. Ah, te laat. Nee. Ja, te laat. Hoe is dat? Ja. Gaat niet meer. Nee. Sorry. Zie je het? Ja. Ja, het is net te laat. Zit al op het water. We konden hem net niet meer stoppen, sorry. Ik zou zeggen, geniet van een mooie uitzicht. En we zitten op het pontje. En lekker met z'n tweeën. Met een super mooie zon, zeg Rob net, die doorbreekt. En een fantastisch uitzicht. Hier kan ik echt de hele dag zijn en van genieten. Het is wel leuk om te vertellen over dit pontje, maar hier liggen zonnepanelen boven. Dus ik ga ervan uit dat hij op zonne-energie werkt. En we zijn aan de overkant. Nou ja, bijna dan. Hij moet nog precies zo liggen dat deze weer naar beneden kan. Het duurt ook maar een paar minuutjes, maar het is altijd wel weer een beleving om dit mee te maken. En we komen dus niet alleen koeien tegen, maar ook andere dieren. En die ga ik jullie zo laten zien. En we zijn weer op de terugweg. En we komen straks dus ook weer over het pontje. Naar de overkant en dan naar de auto. En dan hebben we een hele leuke, gezellige wandeling achter de rug. Hij is er bijna. Dat is het enige nadeel. Als dat pontje aan de overkant is, dan moet je op een knop drukken en dan komt hij terug. Maar het gaat niet zo snel. Hey hoi en welkom in een nieuwe vlog van De Deel. Ik ga zo meteen koekjes maken en dat doe ik uit een kookboek die ik heb gekregen voor mijn 26e verjaardag een tijdje terug. En ik ga jullie even laten zien wat ik precies ga maken en hoe ik dat ga doen. Nou, kijken jullie weer gezellig met me mee?
Wat ik net vertelde is dus een kookboek. Dat heet Lekker en Simpel Zoet. Er zijn 125 recepten in. En wat ik zo meteen ga maken zijn de browniekoekjes. Het duurt gelukkig niet zo lang. En de chocolade en de boter zitten in de pan om te smelten. En ik ben al een tijdje aan het mixen en de laatste ingrediënten gaan er nu in. En de koeken zijn inmiddels op. Ze waren echt super lekker. Echt een super goed recept. En ik zou zeggen, tot de volgende keer!